links of voor mij? Voor mij? Nee, jou. Nee, wacht, datzelfde. Prinses, gefeliciteerd met je verjaardag. Hoe is het met je? Hoe het met me is? Nou, even zien. Ik heb ontdekt dat mijn vader maanden tegen me heeft gelogen. Een geheime groep wachters heeft ons 's nachts opgejaagd. En oh, ik heb mijn ouderlijk huis vernield. En pas nog heb ik verraad gepleegd door een alchemist te helpen die nogal in de war was met het stelen van het krachtigste voorwerp van de 7 koninkrijken. Maar genoeg over mij. Hoe is het met jou? Hoe is het met jou eigenlijk? Het spijt me. Nee, nee, dat geeft niet. Maar hé, ik weet waar jij vrolijk van wordt. Zaal met cadeaus! Niet te geloven! Is dat allemaal voor mij? Het volk houdt van je! Oh, ik ben hier zo goed in. Kijk, kijk! Een set schilderkwasten. Iemand krijgt een nieuwe ketting. En dit is... overduidelijk iets wat ik niet had moeten schudden. Oh, en nu deze? Kom aan, sokken? Mensen, ze draagt hier deze schoenen. Speel mij? Oh ja. Best wel griezelig. Wat is dat? Oh, Frideborg. Je hebt me laten schrikken. Wacht, heb ik nu een doorpas? Waar is Cassandra? Ik heb haar nog niet gezien. Zie je? En zo werd de dag toch nog leuk. Nee, kom mee. We moeten haar zoeken. Frideborg, heel veel... heel veel. Cas, wat ben je aan het doen? Weet je het nog niet? Dit is mijn nieuwe werk. Wat moet dit voorstellen? Het lijkt erop dat je vader heeft ontdekt dat ik je heb helpen ontsnappen uit corona voor de kroning. En tja... hier ben ik dus. Dat is onmogelijk. Hoe zou hij dat moeten weten? De enige manier om daarachter te komen is als hij... mijn dagboek heeft gelezen. Oké, maak je geen zorgen. Ik regel dat je hier wegkomt. Hé, maar ondertussen ben je hier toch netjes gestaald. Oké, geen beste timing, maar onder andere omstandigheden was het om te gillen. Doe maar geen moeite, Raps. Dit is maar tijdelijk. Morgen word ik naar een klooster gestuurd.